Goedenavond iedereen. We gaan nog eventjes wachten tot als iedereen aanwezig is en dan kom ik zo dadelijk terug bij jullie. Goedenavond iedereen. Ik ben nog even aan het wachten om de tabacoloog binnen te laten in het webinar. Dus we zijn wel aanwezig. Maar de techniek is altijd een beetje afwachten. Dus geef mij nog enkele seconden de tijd alstublieft. We zijn al met 40 kijkers, zie ik. Ik moet eventjes proberen om de tabacoloog binnen te laten in het webinar. Maar we zijn hier zeker al hoor. Geen probleem. Goedenavond iedereen. Ik ben nog even aan het wachten, want de verbinding met de tabacoloog is niet zo goed, maar dat komt onmiddellijk in orde. En dan kunnen we onmiddellijk van start gaan. Hey, hey, rokers. Ja, inderdaad. Goedenavond iedereen. Oké, goedenavond iedereen. We zijn er geraakt. Ik zie dat we met 42 kijkers zitten ondertussen. Kijk, de techniek heeft ons alleszins al geholpen. We zijn er. Dus we gaan opstarten. Hè. We gaan niet wachten op de rest. We gaan beginnen. Het is 7:45. Dus goedenavond iedereen. Ik ben Sophie van LM Plus en wij heten jullie van harte welkom op het webinar Rookstopbegeleiding. Dit in samenwerking met de tabacoloog Eline Tommelijn. Alvast allemaal bedankt voor jullie aanwezigheid.
Graag willen wij dus weten of jullie ons goed kunnen horen. Maar aan de chat te zien zie ik dat er toch wel heel veel reactie is. Dus geef gerust een berichtje via de openbare chat. De openbare chat gaat wel straks afgesloten worden. Wij bundelen, er zal een privéchat zijn nadien. Oei, ik zie dat er iemand zegt dat er geen geluid is. Maud, dan zal je eens moeten refreshen. Een keer opnieuw inloggen als je wil. Dat kan altijd gebeuren hoor. Dus wij hadden graag geweten of jullie ons goed kunnen horen. Dus geef een berichtje via de openbare chat. Die zal straks opnieuw afgesloten worden en dan is er enkel een privéchat. Wij gaan onze vragen bundelen en alles wordt op het einde van het webinar voorgelegd aan de tabacoloog. Dus de vragen worden allemaal behandeld. En mag ik jullie ook vragen om pen en papier bij de hand te houden? Want jullie zullen dit af en toe wel eens nodig hebben. Ik zie dat er ondertussen het beeld valt soms eens stil en geen geluid. Ja, dat kan al. Allez, het kan altijd zijn natuurlijk. Probeert vanuit thuis ook niet via de wifi-verbinding te gaan, maar op een vaste lijn. Dan is normaal gezien alles wel perfect. Tijdens het webinar zal Eline Tommelijn ons in eenvoudige mensentaal vertellen: wat is een tabacoloog? Wat is het verschil tussen een groepstraject en een individueel traject? Wat is de kostprijs van een tabacoloog? Wanneer ben je verslaafd? Welke rookstopmiddelen zijn er op de markt? Enzovoort. Indien jullie op het einde van dit webinar beslissen om deel te nemen aan zowel een individueel of een groepstraject, dan via de voorgestelde tabacologen per provincie of per regio, dan betaalt LN Plus dit traject voor de aanwezige LN Plus leden volledig terug. Ik ga nu graag het woord geven aan Eline Tommelijn. En ik ga de computer veranderen naar jou. Ja, Alsjeblieft. goedenavond. Jij hoort mij ook, Sophie? Ja, oké, prima. Dan kunnen we van start gaan, inderdaad. Ik ga jullie wat uitleg geven over de begeleiding bij Rookstop. En wie ben ik? Ik ben apotheker van opleiding. Ik heb na mijn opleiding tot apotheker een tijdje in de apotheek gewerkt, part-time. Want tegelijkertijd heb ik ook een doctoraat afgelegd aan de Universiteit Gent. En momenteel ben ik professor aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ik werk ook nog steeds als tabacoloog. Enkel het laatste half jaar heb ik dat eventjes on hold gezet, omdat ik een kindje gekregen heb. En dat is toch net iets moeilijker om te combineren. Maar vanaf dit najaar ga ik opnieuw aan de slag. Ik ga jullie inderdaad dus door deze presentatie leiden. We gaan het kort hebben over hoeveel mensen roken, ook over motivatie tot rookstop. Ook hoe afhankelijk je bent, hoe medicatie je kan helpen en hoe de tabacoloog je kan helpen. We gaan een keer kijken eerst naar de gezondheidsenquête van 2018. Dat is al eventjes geleden, maar door COVID is er momenteel nog geen grote update van deze enquête. Die komt er binnenkort wel aan. Maar wat we zien is eigenlijk dat steeds minder mensen roken. Dat is een hele goede evolutie. Maar momenteel is het nog steeds zo dat we zien dat ongeveer een 20% van de bevolking rookt. Dus jullie zijn zeker niet alleen. En dat zien we ook heel duidelijk in de cijfers van het webinar terug, dat er toch heel wat mensen zijn die momenteel roken. We zien ook een grote evolutie of een verschil tussen mannen en vrouwen in bepaalde leeftijdscategorieën. Dat is wel interessant. Maar we zien bijvoorbeeld dat nog steeds zo is dat in de jongere populatie dat het nog steeds meer mannen zijn die roken. Wat eigenlijk vanaf een bepaalde leeftijd dat zich zo wat uitmiddelt. En dat we zo vanaf een 55 jaar zien dat ongeveer evenveel mannen als vrouwen roken. Zo. Ik wil dat er vooral insteken dat je zeker niet het gevoel hebt van ja, er zijn heel veel mensen in mijn omgeving die niet meer roken enzovoort. Ik ben de enige. We zien eigenlijk dat in de realiteit dat nog heel veel mensen roken. Maar we zien dus ook dat heel veel mensen stoppen met roken. Dus het is zeker mogelijk. En het eerste wat we eigenlijk altijd nagaan als iemand wenst te stoppen met roken, is kijken hoe gemotiveerd je bent om te stoppen. Daarom wil ik dat jullie eventjes nadenken over deze twee vragen. Dus eerst en vooral, hoe belangrijk is het voor jou vandaag om te stoppen met roken? Ja, we zetten dat eigenlijk graag uit op een schaal van 1 tot 5, waarbij dat 1 echt onbelangrijk is en 5 heel belangrijk. En dat kan uiteraard voor iedereen heel verschillend zijn en ook om heel verschillende redenen.
kan zijn dat je bijvoorbeeld zegt, ja, voor mij is het heel belangrijk met roken, want ik heb recent een diagnose gehad van een bepaalde aandoening en ik wil daar echt iets aan doen. Je kan bijvoorbeeld ook zeggen, ja, ik ben jong, ik wil echt stoppen met roken, want op de lange termijn wil ik ook gezond blijven. Dus er zijn vaak verschillende redenen waarom jouw motivatie anders kan zijn dan die van iemand die ook in het webinar zit. Een tweede schaal die we altijd graag overlopen is navragen hoeveel vertrouwen dat je hebt of het zal lukken om te stoppen met roken. Dus ook hier zetten we dat een beetje uit op een schaal van 1 tot 5, waarbij dat 1 geen vertrouwen is en waarbij dat 5 veel vertrouwen is. En dat je zegt van ja, als ik nu dat traject inga, dan denk ik dat dat zeker gaat slagen. Of als je zegt, ja, ik heb misschien al zo vaak geprobeerd, dat is nooit gelukt. Dus ook als ik nu stop, ja, schat ik dat eigenlijk niet zo hoog in. Dus ook weer hier, dat kunnen heel verschillende redenen zijn waarom dat je een bepaalde score geeft. Nu, je telt die twee gewoon met elkaar op. En stel bijvoorbeeld dat je een 4 en een 3 hebt, dan kom je uiteindelijk uit op een totale score van 7. En dan kijk je daar onderaan de presentatie. En dan zeg je inderdaad, ja, je bent eigenlijk dat roken wel beu. Je denkt ook dat het je zal lukken, want je hebt al voor veel hetere vuren gestaan. En ja, dan is het eigenlijk wel tijd om de koe bij de horens te vatten en zo'n rookstoptraject, of op tenminste een rookstoppoging, te ondernemen. Als die score onder de 7 is, dan is er nog altijd niets aan de hand. Hè? Dus, we zien heel vaak als die score wat lager is, dat dat vooral te wijten is aan een laag vertrouwen. Dat mensen altijd denken van ja, inderdaad, ik heb het al een keer geprobeerd of ja, ik ben daar eigenlijk toch wel zeer afhankelijk van en ik vind het moeilijk om een leven voor te stellen zonder. Dat is geen enkel probleem. We gaan dan eigenlijk in zo'n traject met de tabakoloog heel veel nadenken over hoe dat we die motivatie vooruit kunnen krijgen, hoe dat je motivatie kunnen verhogen. We gaan ook echt op zoek naar de triggers, wanneer dat je daar een sigaret grijpt enzovoort. Echt om een poging te doen om die motivatie sterk te verhogen, zodanig dat het ook voor jou zal lukken om te stoppen met roken. En dus afhankelijk van de categorie gaan we eigenlijk het traject vaak een klein beetje anders aanpakken. Dus in het eerste geval gaan we redelijk snel over naar de rookstop zelf. Ik doe dat eigenlijk binnen een hele korte termijn. Bij de andere kun je het traject instappen. Dat wil niet zeggen dat je morgen moet stoppen. Want voor heel veel mensen geeft dat toch wel best wat stress. Als ik zeg, morgen is uw laatste sigaret, dan gaan we direct al de rookstoppoging doen. Voor veel mensen is dat te snel, maar dat is nog altijd geen enkel probleem. En dan nemen we daar wat tijd voor, waardoor het op termijn toch zeker lukt om het toch te ondernemen. Een ander aspect die we bevragen in de rookstopanalyses is eigenlijk een korte vragenlijst om te kijken hoe afhankelijk je bent van het roken. Je ziet hier eigenlijk op deze figuur een aantal vragen. En ik hoop dat jullie misschien pen en papier bij de hand hebben om te proberen op deze vragen te antwoorden. Dus eerst en vooral neem ik even het rode hokje. De vraag is daar hoe snel dat je na het wakker worden je eerste sigaret rookt. En als dat binnen de 5 minuten is, dan ken je jezelf 3 punten toe. Als dat wat langer is, in 6 tot 30 minuten, een half uurtje, is dat 2 punten. Is dat nog verder, dan is dat 1 punt of 0 punten. Het donkerblauwe vakje eronder gaat over hoeveel sigaretten je rookt op een dag. Dat varieert van 1 tot 10, dan 11 tot 20, 21 tot 30 of nog meer. En ook aan de hand van die hoeveelheid ken je zelf een score toe. Het gele vakje. Rook je ook als je bijvoorbeeld ziek bent, nee, of als je de hele dag in bed moet blijven? Daar kun je kiezen tussen ja of nee. Het groene vakje, welke sigaret zou jij het moeilijkste kunnen missen? Is dat de eerste in de ochtend, of is dat eender welke andere sigaret in de dag? De lichtblauwe stelt de vraag of dat je het moeilijk vindt om niet te roken op plaatsen waar het verboden is. Bijvoorbeeld in de bibliotheek. In de bioscoop, vind je het daar moeilijk om je sigaret te laten? Als het antwoord daar ja is, dan geef je jezelf ook 1 punt. En is het antwoord nee, dan geef je jezelf 0 punten. En rook je in de eerste uren na het wakker worden meer sigaretten dan in de rest van de dag? Dus ook als dat het geval is, geef je jezelf 1 punt.
Je mag al die getalletjes met elkaar optellen. En dan kijken we even naar het resultaat. Je bent zeker niet verplicht om het in te vullen, maar mocht je de score opgeteld hebben, dan mag je aan de rechterkant van het scherm mag je de resultaten ingeven. En dan zie je dat er inderdaad al her en der gestemd wordt. Heel fijn. Dus de scores variëren van 0 tot 10. En we zien dat de deelnemers die antwoorden eerder in de hoge categorieën eindigen. Rond de 5, 6, 7. En we hebben er ook een paar die eindigen tussen 8 en 10. Interessant om te zien. Een heel aantal van jullie zitten zo rond de 5, 6, 7. Dat geeft toch aan dat er wel een bepaalde vorm van sterke afhankelijkheid is, fysieke afhankelijk, want dat is eigenlijk het enige die deze test bevraagt. Hoe sterk is jouw lichaam echt afhankelijk van die nicotine? Het gaat veel minder over dat mentale aspect. Dat is eigenlijk echt heel specifiek over de nicotineafhankelijkheid. Dus we zien, ik zie hier dat een 30%, een derde van jullie rond de 5 zit. Ongeveer de helft zit tussen de 6 en 7. En dan een aantal mensen zitten rond 8 en 10. Ik heb twee mensen die rond de 0 zitten. 0 of 2, dat is ook zeer goed. Daar heb je fysiek veel minder afhankelijkheid, maar het kan nog altijd mentaal een belangrijk aspect zijn. Nu, waarom is dat zo interessant? Dus omdat dat ook een idee geeft van de mate waarin dat we medicatie kunnen inzetten voor jou te ondersteunen. Dus als er lichamelijk, fysiek, een sterke afhankelijkheid is van die nicotine, dan heb je daar eigenlijk wel een belangrijke boodschap aan om ook medicatie te gaan gebruiken bij je rookstop. Die nicotine waar dat jouw lichaam gewoon aan is, waar dat je lichaam ook naartoe verlangt elke keer, we willen die graag vervangen. Zodanig dat je dat fysieke aspect alvast eventjes naast je neer kan leggen. En we zien ook wel als we de nicotine goed inzetten en als we die voldoende hoog inzetten, dan zien we ook echt wel dat we in staat zijn om dat fysiek verlangen voor een belangrijk stuk weg te nemen. En dat brengt me direct ook bij het volgende stukje. Hoe kunnen geneesmiddelen jou helpen? En ik start dan altijd een keer met dit. Je bent gestopt, maar wat gebeurt er dan eigenlijk? Dus je stopt met roken. Wat gaat je lichaam op dat moment eigenlijk doen? Dus als we geen medicatie inzetten, niets, dan zien we eigenlijk dat je een soort van beetje griepaal syndroom krijgt. En in het Engels heeft dat de prachtige naam quitter's flu. Dat is echt eigenlijk de griep van de mensen die stoppen. Omdat het er eigenlijk echt wel een beetje uitziet als een griepje. Je krijgt hoofdpijn. Slapeloosheid, je hebt ook vaak een hele rauwe keel, je moet hoesten, je hebt ook de hele tijd dat idee van ja, ik heb zin in een sigaret, je bent vermoeid. En dus we zien eigenlijk echt zo'n soort van grieperig gevoel. Maar we kunnen dat eigenlijk, dat fysiek aspect, kunnen we eigenlijk als het ware wegnemen. En we doen dat aan de hand van nicotinevervanging. Dat onderdrukt echt die craving. En we hebben verschillende vormen. En eigenlijk de vorm die we meestal als basis inzetten, is de transdermale vorm. En dat is een ingewikkelde naam, maar dat betekent eigenlijk gewoon dat we de pleisters inzetten die via de huid jou een bepaalde hoeveelheid van nicotine gaan geven. Wat dat belangrijk is hier, en dat vermeld ik onmiddellijk, is dat je dat voldoende lang moet doen. En dus zeker bij mensen die al een hele lange tijd roken, moet ik vaak in gesprekken ook de verwachtingen een beetje temperen. Mensen denken, ja, ik stop met roken en dat gaat van dag op dag gedaan zijn. Of ik neem een maandje die nicotinevervanging en dat gaat opgelost zijn. Zo werkt dat niet. Dus het systeem in het lichaam is over de jaren heen zodanig aangepast dat we eigenlijk die afbouw van de nicotine ook zeer traag doen. We doen dat echt ook op het geleiden van wat dat jij voelt. Voel je dat bijvoorbeeld een lagere dosis even nog niet werkt, dan gaan we weer terug naar een hogere dosis. En eigenlijk in de praktijk zie ik dat de meeste mensen ongeveer een 3 tot 6 maand nodig hebben om volledig van die nicotinevervanging af te geraken. Maar de belangrijkste boodschap is, je raakt er effectief vanaf.
Dus het is een tussenstap. En de duur van die tussenstap is individueel zeer verschillend. Maar dat is oké. Nee, en het is een manier om naar een volledige stop te geraken. Ik zei daarnet al eventjes, dat is onze basistherapie. We geven dat eigenlijk als een soort van continue hoeveelheid van nicotine die in het lichaam is. Maar soms kan het zijn dat je nood hebt aan een keer al zo een extra beetje nicotine. Dat je in een situatie terechtkomt waarin dat je denkt, goed, ja, het lukt mij nu even niet of ik heb heel veel stress. En dan kunnen we altijd combineren met een orale vorm. Dat is dan een zuigtablet of een kauwgom, een spray of een inhaler. Daar zijn heel veel mogelijkheden. Je ziet dat eigenlijk mooi op deze figuur. We geven eigenlijk heel vaak de pleister als basis. En daar wordt dan een van de orale vormen aan toegevoegd, op het moment dat dat nodig is. Ik heb ook wel af en toe mensen die enkel maar een orale vorm gebruiken. Dat is dan heel vaak bij die mensen die daar net zo op die lage scores zaten. Dus die kunnen er eigenlijk heel vaak soms van afkomen met zo'n orale vorm. Dat zijn heel vaak de mensen die bijvoorbeeld meer roken in het uitgaan. Die bijvoorbeeld zeggen, ja, ik ben even weg. En dat vind ik dan ja, echt wel heel fijn om even buiten te gaan staan. Ook een praatje te doen met andere mensen. En dan steek ik een extra sigaret op. En ik voel die drang meer opkomen dan. Maar eigenlijk de rest van de dag rook ik niet zoveel. Dan kun je bijvoorbeeld enkel met een orale vorm. Maar eigenlijk bij al die vormen, waarbij dat die afhankelijkheid wat hoger is, zetten we toch liefst die combinatie in. We zien ook uit onderzoek dat die combinatie de hoogste slaagkans heeft om te stoppen met roken. En dat brengt mij tot het volgende vraagje. Probeerde jij al eens te stoppen met roken? Wacht, ik ga hier eventjes die weer aanzetten. Probeerde jij al eens te stoppen met roken met behulp van zo'n nicotinepleister? En ook nu kan je stemmen via de rechterkant. En dat is altijd een... ik vind dat in de begeleiding, in de praktijk, eigenlijk altijd ook heel fijn om een keer door die eerdere rookstoppogingen te gaan. Wat lukte er wel? Wat is er niet gelukt? Wat was er zwaar? Wat waren de ervaringen daarmee? Omdat ons dat eigenlijk heel veel informatie geeft over een volgende poging. En dat we eigenlijk heel, heel vaak op basis van die informatie soms het falen van de stop kunnen voorkomen. Dus vandaar is dat heel interessant om door die eerdere rookstoppogingen te gaan. Ja, dus ik zie dat ongeveer iedereen gestemd heeft. En het is mooi 50-50. Dus we hebben ongeveer de helft van jullie die al een keer geprobeerd heeft van te stoppen. De helft nog niet geprobeerd. En dat is eigenlijk dat is goed. Hè? Dat betekent dat we bij een aantal van jullie nog echt vanaf het begin kunnen starten. En bij een aantal andere van jullie hebben we informatie waarmee dat we aan de slag kunnen om in de toekomst verder te werken. Heel, heel fijn. Een kleine getuigenis. Dat is altijd leuk, omdat je daarmee kan, dat je daar toch wel dichterbij voelt. En dat is Lieve. Lieve die probeerde 2 jaar geleden te stoppen met behulp van een pleister. En in het begin werkte dat goed en zij verminderde de dosis na 3 weken. Nu, na 5 weken had ze opnieuw een sterke drang naar sigaretten. En op een emotioneel moment is zij hervallen. Dat is een heel typisch verhaal die ik regelmatig hoor. En dat is een verhaal die ik vooral ook hoor bij mensen die op eigen houtje gebruik maken van pleisters of andere nicotinevervangende middelen. Is dat zij effectief die stap zetten, dat ze daar goed mee zijn, die poging lukt. En dan gaan ze eigenlijk heel snel een beetje overmoedig worden en die dosis naar beneden halen. Wat dat voor die persoon misschien te vroeg was. En dat brengt me nog een keer bij dat gebruik van nicotine. Het is heel belangrijk dat we voldoende hoge hoeveelheden van nicotine inzetten en dat we die ook voldoende lang gaan geven. Weet ook daarbij dat nicotine op zichzelf geen schadelijk middel is. Dus als je de sigaret analyseert, dan zitten daar naast de nicotine nog honderden andere stoffen in. De nicotine maakt je afhankelijk. Maar die gaat eigenlijk niet de schade veroorzaken. En dus die zal eigenlijk niet ervoor zorgen dat je een verhoogd risico hebt op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en andere aandoeningen. Het zijn eigenlijk die bijproducten die dat risico verhogen. Dus we hebben zelfs
soms mensen in de praktijk die een jaar op nicotinevervanger staan. Dat kan. Alles is eigenlijk beter dan teruggaan naar die sigaret. Dus we houden je nog even afhankelijk, dat is waar, maar op een gecontroleerde manier. Ik heb hier ook nog een getuigenis van Sander. Sander is een jonge papa. Die is 2 weken gestopt met roken en hij gebruikte nicotinekauwgum daarvoor. Hij was een occasionele roker, waarbij hij maximum 10 sigaretten per dag rookte. Vooral in het samen zijn met vrienden of collega's. Hij gaf eigenlijk op dat moment aan dat hij opnieuw meer zin had in een sigaret. En hij kreeg ook heel vaak de hik als hij kauwgum gebruikte. Wat we hier eigenlijk heel specifiek zien, of in de praktijk, op het moment dat ik met Sander sprak, die hik-symptomen dat hij vertelt, dat is eigenlijk een bijwerking die hij niet zou mogen hebben. En dat is eigenlijk het gevolg van het verkeerd gebruik van de nicotinekauwgom. Het is zo dat nicotine, als je dat inslikt, en dat komt in de maag terecht, dat dat eigenlijk niet werkt. Nicotine die in de maag terechtkomt, werkt lokaal en kan dus bijvoorbeeld een hik veroorzaken, maar zal eigenlijk in een heel, heel kleine mate maar in de bloedbaan terechtkomen, waardoor het ook geen effect heeft. Dat is ook de reden waarom dat bij Sander die kreving meer terugkwam, omdat er dus eigenlijk geen nicotinevervanging in zijn lichaam aanwezig is. We willen altijd heel specifiek de nicotine via het wangslijmvlies in het lichaam terecht laten komen. Dus vandaar dat het belangrijk is dat die kauwgom, nadat je er even op koud, in de wang, tussen de wang en de tandboog gestopt wordt, ook met die zuigtabletjes, wordt eigenlijk vooral tussen de wang en de kaakboog gestoken. Zodanig dat die nicotine zich via de wang in het lichaam kan verspreiden. En op die manier kan je eigenlijk heel snel een kreving gaan onderdrukken. Deze wil ik toch echt wel nog een keer vermelden. Wat gebeurt er nu ook op de lange termijn als je stopt met roken? We hebben het daarnet al gehad over die hele snelle effecten, zo die quitter's flu. Maar op de lange termijn stoppen de meeste mensen altijd met roken omwille van het gezondheidsaspect. Wat je eigenlijk ziet, is dat binnen de eerste 20 minuten dat je eigenlijk al een eerste effect ziet, dat is dat die hartslag en de bloeddruk wat begint te dalen. Na 24 uur is er al een verlaging op de kans op een hartinfarct. En na 2 à 3 weken zien we dat de longfunctie en de bloedsomloop al heel sterk verbeterd is. Na 1 tot 9 maand is er een effect ook op het hoesten en op de kortademigheid. En ik wil daar een kleine bemerking bij maken. Heel veel mensen, op het moment dat ze stoppen met roken, gaan eigenlijk meer hoesten. En dat is een goed teken. Sommige mensen ervaren dat als iets negatiefs. Maar eigenlijk is dat iets zeer positiefs. Op het moment dat je rookt, gaan eigenlijk de kleine haartjes die op de binnenkant van je luchtweg staan, die gaan eigenlijk in een soort van slaapfase. Die worden als het ware in slaap gewekt. Op het moment dat je stopt met roken, verdwijnt dat en gaan eigenlijk al die kleine haartjes, dat zijn trilhaartjes, die gaan eigenlijk weer trillen. En die gaan al het slijm die in die longen opgehoopt zit, naar boven trillen. En vandaar dat al dat slijm in de keel terechtkomt en dat je een hoestreflex krijgt. Dus in principe is dat een heel goed teken, want dat betekent dat het eigen lichaam al het opgehoogde slijm aan het kuisen is, als het ware. Je zijn je lichaam aan het opschonen. Maar dat is waarom dat je die 9 maanden ziet staan. Dat kan inderdaad soms ettelijke maanden duren. Voor veel mensen is dat vervelend, maar ik probeer altijd vanuit de positieve kant te zien. Maar het is dus wel iets dat eventjes kan aanslepen. Na een jaar heb je al een heel sterk verminderd risico op hartziektes. Na 5 jaar daalt het risico op kanker ook al sterk. En na 10 en 15 jaar zien we dan ook wel de risico's eigenlijk volledig gedaald zijn tot dezelfde hoogte als iemand die nooit gerookt heeft. En dat brengt mij tot de tabakoloog zelf. Dus ik zei het al eventjes ook in de presentatie zelf. Dus wat doen we al in zo'n gesprekje, waar zoomen we op in? Maar we hebben dus naast de medicatie ook de hulp van de tabakoloog die mogelijk is. Nu, wat is eigenlijk een tabakoloog? Een tabakoloog, dat is iemand die een zorgdiploma heeft. En dat kan heel uiteenlopend zijn. Dat kunnen psychologen zijn, dat kunnen artsen zijn, verpleegkundigen, apothekers. Dat kan zeer divers zijn. Maar die mensen hebben een extra opleiding gevolgd van 1 jaar, die heel specifiek draait rond rookstop.
Die opleiding is ook erkend. En het is enkel als je die opleiding gevolgd hebt, dat je terugbetaalde tabacologieconsultaties kunt aanbieden. We gaan in die gesprekken heel erg werken aan motivatie. Dat is een van de eerste aspecten die aan bod kwamen in de webinar. We gaan dus in het kader van die motivering ook psychologische hulp en ondersteuning bieden. En we gaan heel veel informatie geven en advies geven over de hulpmiddelen, dus over die nicotinevervangers, zodat die echt correct gebruikt worden en op de juiste manier gebruikt worden. En op die manier gaan we er echt voor zorgen dat jouw rookstoppoging zo hoog mogelijke kans op slagen heeft. We zien in de praktijk dat als mensen die nicotinevervangers nemen, de combinatie in de pleisters met de orale middelen, zien we dat ongeveer na 6 maanden een 30-40% van de mensen gestopt is. En we kunnen dat eigenlijk nog optrekken tot 50-60% als die mensen naast de medicatie ook nog de begeleiding van de tabacoloog krijgen. En dus je kans op een definitieve rookstop is echt wel hoog als je die twee met elkaar combineert. Want ons doel is uiteindelijk om tot een volledige rookstop te komen. Dat is een beetje klein hier, maar dat is eigenlijk een overzichtje van welke type hulp dat je kan verwachten. Dus je hebt inderdaad die zelfhulp, dat is wat dat je heel vaak ook online ziet. Je kan uiteraard informatie vergaren op websites. We zien ook heel vaak in de praktijk dat mensen zichzelf lid maken van groepjes, in bijvoorbeeld een Facebookgroep van mensen die stoppen met roken. Daarnaast bestaan er ook korte ondersteuningsmethoden. Bijvoorbeeld als je langs gaat bij een zorgverlener. Maar je kan ook telefonisch ondersteuning krijgen via Tabakstop. En dan kun je bijvoorbeeld elke week een keer bellen naar Tabakstop om een korte begeleiding of ondersteuning te krijgen. Maar we zien nog in de praktijk dat de meeste mensen kiezen voor een face-to-face begeleiding. Zij het dan individueel of zij het in groep. Nu, wat komt er allemaal aan bod in zo'n traject? Dat is zeer uiteenlopend. En een beetje afhankelijk van of dat je voor een individueel traject of voor een groepstraject kiest, is dat wat algemener of is dat echt helemaal op maat van wat dat jij nodig hebt. Je hebt ook mensen die heel specifiek kiezen voor groepstrajecten omdat ze dat fijn vinden om die ervaringen te delen en omdat ze daar ook wel heel veel motivatie uit putten. Bij andere mensen zeggen, ja, ik ben daar niet zo voor. Ik kies eigenlijk liever voor een face-to-face traject. En dan zie je dat al die aspecten die daarvan onderstaan, dat we die eigenlijk een beetje gaan afstemmen op de persoon zelf. Maar als je in een groepstraject zit, dan gaan we meestal per sessie één van die aspecten aanpakken en kunnen we daar ervaringen over delen. Dus dan gaan we het echt een keer hebben over verslaving, ontwenningsverschijnselen. We gaan de rookprofielen bepalen. We gaan stopdata vastleggen, eventueel een dagboek bijhouden. We gaan het ook hebben over de hulpmiddelen, uitwisselen van stopervaringen en dan ook heel vaak stress en gewichtscontrole. Toch een aspect die heel vaak ook aan bod komt in de consultaties. Nu, wat kost de tabacoloog jou? En daarvoor denk ik dat, dat we hier overschakelen naar Sophie. Voilà. Dat klopt. Ik ga even mij in beeld zetten. Dus inderdaad. Wat kost de tabacoloog jou? Dus voor alle Belgen in de verplichte verzekering wordt de medicatie die helpt om te stoppen met roken terugbetaald. Zoals bij andere medicatie moet de gebruiker enkel het remgeld betalen. Ziban is enkel te verkrijgen op voorschrift van een arts. Nicotinevervangende producten worden niet terugbetaald door de verplichte verzekering, maar zijn wel vrij verkrijgbaar bij de apotheek. LN Plus biedt zijn leden een eenmalige tussenkomst van €50 voor rookstopmiddelen. Het remgeld van Ziban of nicotinevervangende producten komt hiervoor dus in aanmerking. Een BVAC-attest, sorry, van de apotheek is hiervoor wel noodzakelijk. Alle Vlamingen die hebben recht op 4 uur individueel of 12 uur groepsbegeleiding. Indien je een verhoogde tegemoetkoming hebt bij het ziekenfonds, is je aandeel bij de tabacoloog minder groot. Zoals je kan zien, een individuele begeleiding kost €7,5
per kwartier. Indien dat je verhoogde tehuiskoming hebt, kost die 1 euro per kwartier. En een groepsbegeleiding kost maximum 1 euro per kwartier. En indien je daar verhoogde tehuiskoming hebt, een halve euro per kwartier. Jongeren, jonger dan 21, die betalen evenveel als een volwassene die recht heeft op verhoogde tehuiskoming. Wanneer tabakologen meer aanrekenen dan het vastgelegde maximumbedrag, is er geen recht op een terugbetaling. Indien jullie na dit webinar beslissen om een rookstoptraject zowel individueel of in groep aan te gaan bij een van onze tabakologen, dan wordt deze begeleiding door LM Plus terugbetaald. Deze tussenkomst geldt enkel voor de leden van LM Plus, maar niet-leden kunnen uiteraard aansluiten bij ons om ook te genieten van dit uitzonderlijke aanbod. Voor West-Vlaanderen, als er mensen zijn die afkomstig zijn van die regio, dan hebben we dus Eline Tommelijn, die je zo net aan het woord hebt gehoord. Zoals je kan lezen, haar e-mailadres staat erop. Alle gegevens zijn ook via ons, kan je via ons verkrijgen. Voor de regio Limburg hebben we Ann Koenen, psycholoog, psychotherapeut en tabakoloog. Voor de regio Antwerpen hebben we Jeline de Korte. En voor de regio Assen-Aalst hebben we de heer Bart Blommaert. Ik heb nu de 4 slides. Dus wat is het eigenlijk nu het opzet? Wens je in te stappen in een individueel of in een groepstraject? Dan zouden wij graag nu hebben dat je via de chat jouw gegevens achterlaat. Dan kunnen wij samen met jou bekijken welke regio heeft jouw voorkeur, welke tabakoloog zullen we je aanraden en ook naar waar gaat jouw voorkeur uit? Is dat individueel of is dat in een groepstraject? We zullen je ook wel nog bereiken via mail en zo. Hè. Maar we gaan samen dan bekijken welke mogelijkheden dat er zijn. We zijn nu wel gekomen bij het einde van het webinar. Ik wens iedereen zowel die hier aanwezig was. Hè, wij hopen vanuit LM Plus van harte dat jullie hier iets uit opgestoken hebben. Maar wij hopen ook ten zeerste dat we jullie hebben kunnen ondersteunen op weg naar een rookvrij leven. Ik wens ook Eline te bedanken voor het geven van dit boeiende webinar. En ik hoop dat je binnenkort wel enkele mensen online of fysiek kan terugzien in jouw praktijk. En voor de mensen die dit webinar zullen herbekijken, geen nood, de replay die wordt morgen uitgestuurd. Dan komen we nu eigenlijk aan de vragen. Hè. Als er mensen zijn die vragen hebben, dan is het nu de moment om al jullie vragen te stellen. Die worden aan Eline nu in de presentatorchat voorgesteld. Ik ga een keer kijken of dat er al vragen in zitten. Het is echt de bedoeling dat je nu je vragen stelt. Hè. Zijn er dingen waar dat je nog niks van weet? Of dat je zegt van dat Eline nu onmiddellijk een antwoord kan opgeven? Of ben je nog niet echt overtuigd? En misschien kan zij jou toch nog overtuigen om toch nog deel te nemen. Ik zie wel al heel veel binnenkomen. Individuele trajecten. Twijfel tussen groepsessies. Ook weer individueel. Je mag via de chat doorgeven, Patrick, maar we gaan deze week nog een mailtje rondsturen naar al wie dat deelgenomen heeft. Dus als je dat niet graag doet, geen probleem. Het is voor ons dat we al een klein beetje een overzicht hebben. Dat hoeft niet. Maar inderdaad, wij zullen jou een mailtje sturen en dan kan je daar ook op antwoorden, zodat wij het weten. Ik ga nog even aan Eline nog even het woord geven. Ik zie dat er toch een vraag... Ah ja, oké, Eline, ik snap het. De vraag van de Champix die ik jou deze week ook heb verteld, die zal nog even moeten beantwoord worden, denk ik. Ik ga u even overschakelen. Wacht, hè. Wacht, sorry, ik zie even de vraag niet. De vraag rond de Champix. Waarom dat de Champix daar niet bij staat? Champix, ja. De Champix is een middel die in België op de markt gekomen is, ik denk ondertussen 10 jaar geleden. Werkt zeer goed voor de ondersteuning van rookstop. Maar er is 2 jaar geleden een probleem vastgesteld bij de productie van de Champix, eigenlijk van de grondstof. Er was eigenlijk een verontreiniging teruggevonden in de grondstof, waardoor dat de productie van Champix stilgelegd is. En dus het product momenteel uit de markt gehaald is, totdat die productieproblemen volledig opgelost zijn. Dus momenteel is Champix niet verkrijgbaar, eigenlijk nergens ter wereld. Dus momenteel moeten we ons behelpen met die nicotinevervangers of met Siban. Maar ik wil daarbij nog een keer heel duidelijk onderstrepen dat de combinatie van zo'n pleister met orale middelen even effectief is als
de chance. Maar ja, het enige is natuurlijk dat het iets duurder is voor de patiënt, met dat er geen terugbetaling is. En met de Champix hadden we toch een mooie terugbetaling de laatste jaren. Dus dat is een spijtige zaak, dat klopt. Ik hoop dat die over een aantal jaar terugkomt, maar momenteel is er dus is er eigenlijk heel weinig zicht op die levertermijn. Ik zie ook dat er nog iets binnenkomt rond vapen. Iemand die gestopt is via vapen en hervallen is. Nu, vapen is een tactiek die we af en toe ook toepassen. Dat zijn mensen die... die zeggen ja, ik wil eigenlijk die handeling misschien nog even houden, maar probeer af te stappen van het sigaretten. Dat kan. Soms zetten we dat in. Dat is eerder uitzonderlijk, maar het kan zeker. Bijvoorbeeld wanneer dat iemand al een keer geslaagd is in een rookstoppoging en die zeggen, was eigenlijk wel fijn, maar ik ben hervallen omwille van andere redenen. Het enige wat daar heel belangrijk bij is, is dat we het echt inzetten als tussenmoment. Dus het is echt wel een manier om tot rookstop te komen. En het is niet de bedoeling dat we het roken uiteindelijk vervangen door een vape. Dus dat is een keer dat we vanuit dat standpunt vertrekken, zien we eigenlijk dat het wel lukt. En Sofie, ik wil misschien nog iets kleins aanvullen in verband met de terugbetaling van de tabakologen. Dat was volledig correct, maar dat is wel per kalenderjaar. En daarom is het interessant, als je dit najaar bijvoorbeeld instapt, dan heb je recht op je 4 uur individuele begeleiding dit kalenderjaar. Maar dan kunnen we eigenlijk de sessies verder zetten in het nieuwe kalenderjaar, omdat je dan nog steeds recht hebt op opnieuw 4 uur. En op die manier zijn we eigenlijk in staat om een iets langer traject te geven aan een terugbetaald tarief. Ja, dus dat is misschien nog interessant om mee te geven en om de stop niet uit te stellen of om misschien al in het traject in te stappen zonder dat je zegt ik wil nu volgende maand al stoppen, maar ik wil misschien al het traject in gang zetten en dan zien waar dat we dan op iets langere termijn terecht komen. En ik krijg nog een... ik zie nog iets binnenkomen via de chat, ook in verband met de combinatie tussen alcohol en roken. En inderdaad, het is heel vaak zo dat we zien als mensen alcohol drinken, dat het veel moeilijker is om te stoppen met roken. Het is een feit dat alcohol inwerkt op hetzelfde systeem, op hetzelfde verslavingssysteem in de hersenen als het roken. En als je dat heel vaak gecombineerd hebt in je leven... dan heb je enerzijds op het moment dat je de alcohol drinkt, onmiddellijk ook de reflex om een sigaret op te steken. Dat is het ene aspect. Je legt het gewoon aan de combinatie. En het tweede is natuurlijk dat bij alcohol ook je remmen wegvallen. Dus dat is eigenlijk hetgeen dat we heel bewust met onze hersenen gaan doen. We zijn eigenlijk veel minder in staat om dat te gaan controleren. Doordat dat eigenlijk wegvalt, zijn we moeilijker in staat om dat verslavingsbrein te gaan overroelen, als het ware. Dus dat is een combinatie. En dat is ook de reden waarom dat we bij die mensen heel vaak vragen om de eerste maand van de rookstop geen alcohol te drinken. Hetzelfde geldt trouwens voor koffie. Dus cafeïne. We gaan ook heel vaak vragen om de eerste maand van de rookstop geen cafeïne in te nemen. Mensen kunnen dan deca drinken of infusiethee. Er zijn genoeg alternatieven waarom eigenlijk tijdelijk de cafeïne even stop te zetten. Ik ga nog een keer kijken of dat hier nog vragen zijn. Je kan er nog even in scrollen, Eline. Er zijn nog graag wat meer informatie over de farmacologische hulpmiddelen waaruit bestaat een pleister. Waaruit bestaat een pleister? Ja, een pleister dat is eigenlijk gewoon een klassieke... ja, vierkante pleister kent. Daar zit een klein reservoir in het midden, waar dat dan nicotine in zit. Op het moment dat dat opgekleefd wordt, wordt die nicotine als het ware stelselmatig vrijgesteld in de huid. Heel veel andere middelen zitten daar niet in. Je hebt natuurlijk uw vulstof die daar ook in zit, maar dat komt allemaal niet in het lichaam terecht. Dus dit is eigenlijk enkel de nicotine die door de huid kan... die zich door de huid kan verplaatsen en zo in het lichaam terechtkomt.
Welke bijwerkingen zien we? We zien eigenlijk zeer, zeer weinig bijwerkingen op die nicotinevervangers. Zeker als die correct gebruikt worden, zien we zeer weinig bijwerkingen. En zoals ik daarnet zei, die hik, dat is echt een gevolg van het niet correct gebruiken van. Het kan soms Dus, zijn. Ja. gemakkelijk verhelpen. Af en Zeg toe maar. valt het geluid eens uit, Eline. Geen probleem hoor, maar je komt er opnieuw door. Dus ik denk dat je het beste laatste stukje nog een keer herhaalt. Ja, dus dat is nog een vraag naar de bijwerkingen van de farmacologische hulpmiddelen. Als die correct gebruikt worden, zien we eigenlijk zeer weinig bijwerkingen. Op de pleisters zien we soms wat huiduitslag, maar ook dat kunnen we heel eenvoudig wegwerken door zeer regelmatig van plek te wijzigen, maar ook door eventueel op voorhand met een bepaald verstuivingsmiddel op de huid te gaan. En dan zien we eigenlijk ook dat daar geen reacties op zijn. Op die orale middelen, als die correct in de mond gebruikt worden, zien we daar ook geen bijwerkingen op. Dus die hik en soms een hoest en een droge keel zijn vooral het gevolg van het incorrect gebruik. Dus eigenlijk voor de nicotinevervangers een zeer goed bijwerking. Ik zie ook nog een vraag, want ik zie dat het beeld weer eventjes blijft hangen. En die vraag die zal eerder voor het ziekenfonds zijn. Er is iemand die al bij een tabacoloog is geweest en de hulpmiddelen heeft gebruikt. Of dat er dan ergens nog of dat er nog recht op is voor dit traject, voor in te stappen. Normaal gezien op je hulpmiddelen heb je slechts één keer recht via het ziekenfonds. Op die €50, maar je kan wel nog mee instappen in het traject en dat zullen wij dan wel voor jou, voor onze rekening nemen. Ik zie dat even de techniek ons even laat afweten. Dus, maar we waren wel bijna rond, want ik ben aan het kijken bij de vragen. Dus ik hoop, ja, Eline is er terug. Oké, ik heb hier net zowel alle vragen nog een keer doorlopen. Ik zie nog één vraag, dacht ik, dat er nog niet behandeld was. Wat als je wilt stoppen zonder medicatie? Dat kan, al moet ik wel zeggen dat de ervaring mij leert dat de slaagkans wel wat lager ligt. Dat je toch wel een heel zeer sterk karakter moet hebben en of heel sterk gemotiveerd moet zijn. Dus het kan, maar het is lastig. Oké, dan ga ik nog even overnemen. Dan denk ik dat wij voor deze avond rond zijn. En dan wens ik iedereen te bedanken die hier aanwezig was. En dan wens ik jou, Eline, ook nog een keer te bedanken om hier vanavond aanwezig te zijn. En dan denk ik, als er nog vragen zijn, mogen mensen dat zeker en vast nog op mail zetten. Die worden zeker en vast tot bij Eline gebracht. En we hopen zeker en vast dat we heel veel mensen een goede aanzet hebben kunnen geven om te stoppen met roken. Goedenavond iedereen.